omroepen samen met de BRT uitschreven in het kader van deze Hoorspelweek. En in al die hoorspelen draait het om het thema angst. Luistert u naar September. En? Foute boel. Jochie. Ben jij geschrokken? Ik ben niet in paniek geraakt. Ik wil hier weg. Waarheen? Naar buiten, naar het strand. Laten we naar het strand gaan. Goed. Kom maar. Heb je een dikke jas bij, anders vat je kou. Ik ben nog niet ziek, hè? Ik heb geen verzorging nodig. Ik schrik er ook van. Sorry. Ik hou van je. Niet sentimenteel worden. Ja. Kom maar, dan gaan we hier weg. Ik hou ook van jou. September. Een hoorspel geschreven door Mark Lohman. Personen: Frank, Mark Krone. Daaf, Jim Berghout. Techniek: Leo Knikman en Hans Rikker de Koe. Regie: Ab van Eyck. Wil je een appel? Nee, dank je. Steek een sigaret voor me aan, wil je? Hier. Dank je. Wat is dat van folder? Seropositief en verder. Heb je die daar gekregen? Ja, een stukje nazorg. En? Heel informatief als je nooit leest en altijd naar quizzen kijkt. Niets nieuws? Nee. Oh ja, we moeten niet boos worden op degene die de uitslag meedeelt omdat hij er niets aan kan doen en het ook rottig vindt. Overbodige opmerking. Ik kan me voorstellen dat mensen agressief worden als ze het horen. Ja, vast wel, maar ze geven eerst de uitslag en dan pas de folder. En? Boze mensen lezen niet. Oh, er staat ook nog een soortje telefoonnummers in. Waarvan? Infolijn en zo. Zeg, we kunnen bij een praatgroep. Lijkt je dat wat? Misschien. Jij? Nee. 20 treurige heren die in een kring zitten te sippen over hun jeugd en hun schuldgevoelens. Niks voor mij. Misschien helpt solidariteit om het te verwerken. Ja, later. Ik geloof niet dat het medeleven van onbekenden me zou troosten. Ben je verdrietig? Je moet linksaf hier. Rechts hier. Naar rechts. Ik heb zin om te huilen, maar ik ben niet verdrietig. Het zal de spanning wel zijn. Je moet maar veel van me houden. Ik hou veel van je. Mooi, dan zal het wel goed komen. Frank, doe een sjaal om. Slijt nauwelijks. Voor mijn genoegen. Alleen vandaag dan. Straks loop je die enge longontsteking op. Of volgend jaar of over 3 jaar, ik ga er de rest van mijn leven niet als Brezhnev bijlopen. En trek je laars aan. Ik heb niemand... Anders zit straks de hele auto onder het zand en jij maakt hem niet schoon. Mooi weer, hè? Ja, en bijna niemand op het strand. Gek, hè? Dat op een mooie septemberdag alles zo harmonieus lijkt. Mm-hmm. Alsof de natuur weet dat ze gaat sterven en er vrede mee heeft. Ja, hoe verzin je het? Gewoon, zo voel ik het. Fijn om zomaar tussendoor naar het strand te gaan. Ja. We zijn het zo vaak van plan.
We moeten het meer doen. Zouden de strandtenten nog open zijn? Nou, de vlaggen hangen nog buiten. Zullen we op het strand lunchen? Ja, ik wil op het strand lunchen. Als ze nog open zijn. Vast. Hoe voel je je? Bibberig. Ben je erg geschrokken? Ja. Gek, hè? We hebben er weken over gepraat voor ik de test liet doen. En toen nog 3 weken wachten op de uitslag. Weet je dat we al 2 maanden het over niets anders meer hebben? Nou, we hebben het ook wel over andere dingen. Ja, allemaal minder belangrijk. We zijn er steeds van uitgegaan dat het mis zou zijn. En nou is het mis. En nou lijkt alsof al dat praten niets geholpen heeft. Toen was het nog geen realiteit. Nee. Nou, het heeft best wel geholpen. Het is geen schok of zo. Ik ben alleen maar geschrokken. Alleen maar? Nou ja. Jij moet je nou ook maar laten testen. Waarom? Ik zal ook wel positief zijn. Misschien niet. Ja, als jij het bent, ben ik het ook. Ik moet Karen vanavond bellen. Zal ik het doen? Ik moet door mijn eigen zure appels heen bijten. Maar ik wil het best doen. Je bent een schat. Wil ik met je oefenen? Wat, dat telefoongesprek? Als je het moeilijk vindt. Er staat er moeilijk aan. Gewoon de telefoon pakken. Hoi Karen, met Frank. Zeg, je moet een andere vader voor je kind zoeken, want ik wil geen AIDS-baby verwekken. Zo simpel is het. 3 keer slikken, voldoende. Vind je het erg? Wil je hier het strand of bij de volgende? Oh, maakt niet uit. Hier maar. Alles is anders geworden. Hoe bedoel je? Gisteren was het hebben van een kind mijn liefste wens. Mijn kind met jouw naam, kleine Daaf. Een jongen. Het moest een jongen worden, geen meisje. Nooit een meisje. Davida klinkt zo stom. Een rare jongen. Maar dat was dus gisteren. Vroeger. En vandaag? Ik moet opnieuw leren leven. Alles een nieuwe betekenis geven. Kijken of ik nog wil leven en zo ja, hoe. Wil je nog leven? Het wordt er niet gemakkelijker op als je de dood niet meer kunt negeren. Dat is geen antwoord. Nee. Ik geloof hem wel. Ik wil graag leven. Ik ook. Dat is dan tenminste iets. Van wie zouden we het opgelopen hebben? Houd je dat niet bezig? Niet direct, jou? Een beetje. De laatste keer dat ik niet opgepast heb met een vreemde, dat was op 17 augustus 1983. Weet je dat nog zo precies? De nacht dat wij elkaar tegenkwamen. Ah. En daarvoor? Daarvoor was veilig vrijen voor mensen zonder fantasie. En die heb je altijd in ruime mate gehad. Jij ook. Gek. Wat? Dat je je dood oploopt aan iets waarvan je het bestaan nog niet af weet. Het is hoogstens oneerlijk. Als we na al die campagnes nog de beest waren blijven uithangen, maar nu? Weet je nog hoe er toen over gepraat werd? Ja. Iets waar alleen Amerikanen last van hadden. En dat vonden we niet vreemd. Want als je hoorde hoe ze in New York tekeer gingen... God, wat is dat lang geleden. Misschien zijn we er over een jaar niet meer. Ben je daar bang voor? Een beetje. Ik hoorde laatst van een jongen. Die was positief en die ging op wereldreis. Die verkocht alles. En die vertrok omdat hij voordat hij ziek werd overal geweest wilde zijn. Klinkt redelijk. Ja, maar hij is niet verder gekomen dan Cairo. Daar is hij in een hotel gestorven aan voedselvergiftiging. We kunnen nog aan van alles doodgaan. Op de HAVO zat er bij mij in de klas een meisje, Francine. Een heel mooi, fruil poppetje. Alle jongens waren verliefd op haar. En de meeste meisjes ook, denk ik. 17 was ze en toen kreeg ze jeugdkanker. En een vriendin van mijn zus was 22 toen haar lever ermee uitscheen. Jij bent al 31 en ik ben 28. Je haalt de 35 zeker en ik met een beetje geluk ook. Ik wil niet dat je doodgaat. Ik moet eerst nog ziek worden. Stel nou dat ik morgen ziek word, hè? Dan ga ik aan de AZT en natuurlijk nog 1 jaar of 3. Tegen die tijd hebben ze vast wel weer iets gevonden wat het een paar jaar rekt. En dan is er weer wel iets. En voor we het weten zijn we 40. Ben je bang? Wat denk je? Ik weet het niet. Je moet me na al die jaren toch een beetje kennen. Ja, maar dit is anders. Ja. Dit is anders. Ik weet eigenlijk niet of ik bang ben. Je moet toch iets voelen? Jawel. Dat ik hier met jou loop.
dat ik van je hou. En dat ik heel gelukkig ben omdat jij hier met mij loopt. Ik geniet van de zon, het strand, duinen, zoiets. En verder? Niets. Niets bewust tenminste. Ik geloof wel dat ik bang ben. Natuurlijk ben ik bang. Het zou gek zijn als ik niet bang was. Maar hoe erg en waarvoor, ik wil het niet weten ook. Dan word ik hysterisch. Ik wil best bang zijn, maar niet hysterisch. Ik haat hysterische nichten. Oh ja, en ik voel dat ik een verdomd leuke jongen ben. Ja. En ik hou heel veel van mezelf vandaag. En terecht. Zullen we een uitsmijter nemen? Als we die kunnen krijgen. Vandaag kan alles. Oh, help me onthouden dat we condooms kopen. Dat vind ik fijn. Wat? Als je je arm om me heen slaat. Daafje. Dit doe je zo weinig. Ik heb het nooit gedaan. Vroeger met meisjes ook niet. Ja, weet ik. Maatje van me. Veel roken. Nee. Wie vertellen we het? Iedereen? Niemand? Je ouders? Nee. Jij? Misschien. Waarom niet? Ze zijn niet geïnteresseerd hoe ik met je leef, dan hoeven ze ook niet te weten hoe ik met je dood ga. Jij moet het je ouders maar wel vertellen. Daar hebben ze recht op. Ze zullen schrikken. Ja, wie niet? Vergeet Karin niet te bellen. We moeten ons adresboekje maar doornemen. Waarom? Kijken wie we het vertellen. Mooie gelegenheid om eens een aantal lieden af te schrijven. Kees en Robert Jan. Kees is best aardig. Ja, maar Robert Jan is zo'n zeur. Het heeft toch wel zijn goede kanten. Hoe vaak krijg je nou de kans om balans op te maken en door te gaan? Ik had liever doorgemodderd. Met één keer in de 14 dagen Kees en Robert Jan. Lig je lekker? Mm-hmm. We zijn vergeten condooms te kopen. Ach, wat maakt het uit? We moeten herbesmetting voorkomen. Daar zijn we wel wat laat mee. Vind je niet? Ja, maar toch. Wil je vrij? Ja en nee. Ik wil wel. Maar per keer als ik eraan denk, dan komt er een grote balk met het woord virus in beeld. Dan knap ik een beetje af. Hm. Ja, dat heb ik ook. Nou, kom maar lekker tegen me aan liggen. Dat hoef ik ook niet te vrijen. Dat komt wel weer. Lief. We moeten maar heel lief met elkaar zijn. Ja. Nooit meer ruzie maken. Dat is niet goed. Ruzie verzwakt. We moeten sterk zijn, nou. Ik zal mijn best doen. En we moeten elkaar alles zeggen wat ons dwars zit. Beloof je dat? Mm-hmm. Vind je het erg om vanavond niet te vrijen? Nee. Jij? Nee. Maar het is veilig. Zo tegen je aan. Ga maar lekker slapen. Alsjeblieft. Dank je. Heb je Karen al gebeld? Nee. Waarom niet? Oh, dat doe ik straks. Frank. Wat nou? Waarom heb je Karen niet gebeld? Ik zit te kijken. Hey, ben je besodemieterd? Ik zit te kijken. Waarom heb je Karen niet gebeld? Daaf, zet de tv aan. Vooruit. Eerst antwoord geven. Geef hier dat ding. Dan doe ik het zelf wel. Eerst antwoord. Ik bekijk het. Geef op! Je zou haar 3 dagen geleden al bellen. Ja, ik ben het vergeten. Het is gelul. Mag ik dat zelf uitmaken? Zeg maar gewoon dat je niet durft. Ik durf best. Oh ja? Dan ga je gang. 858530.
Frank, je koffie wordt koud. Ik wil dat je Karin belt. Straks belt ze ons en dan is het lullig om het te moeten zeggen. Als ik er zelf bel ook. Misschien kan ik haar maar beter een brief schrijven. Hey, ja, lekker direct. We kunnen ook naar haar toe gaan. Ik wil het alleen doen. Het is iets tussen haar en mij. Maar stap dan in de auto, ga naar haar toe. Ja, dat kan ik ook niet. Waarom dan niet? Ach. Ik kan haar misschien maar beter bellen. Zal ik even weggaan? Ja, doe maar. Ik heb zin in een cracker met kaas. Jij ook? Ja. Oh, er ligt ossenworst in de ijskast. Lekker. Sterkte. Hoi, Karin. Met Frank. Alles goed? Ja, prima. Prima. Met Daaf ook. Moet je horen. Ik heb me laten testen. Nee, aidstest. Dat van die vruchtbaarheid, dat leek me minder opportun. Je zult een andere vader moeten zoeken. Nou, het went al. Nee. Nog geen verschijnselen. Natuurlijk niet, anders had je toch wel gemerkt. We hadden er rekening mee gehouden dat het fout zou zijn. Natuurlijk is dat geen onzin. Als je ervan uitgaat dat er niets aan de hand is, dan schrik je je het Lazarus. Als je van het ergste uitgaat, dan heb je kans dat het meevalt. Ja, ik vind het lullig voor je. Nee, het is ook lullig voor jou. Dat vind ik wel. Wat? Oh, dat is lief van je. Ja, maar we worden nog lang niet ziek. Nee, ben je gek. Oh ja, gezellig. Vrijdagavond. Ja, dat doen we. Ja. Ja, tot vrijdag. Goed, dag. Zat er goed tussen? The opposite comes inside. Je doet goed. En? Je krijgt de groeten van haar. Oh, lekker. En we eten vrijdag bij haar. Schrok ze heel erg. Als we ziek worden, biedt ze zich aan als buddy. Wat een schat is het toch? Ja. Warme melk. Ja. Zit je iets dwars? Nee, te veel koffie gedronken. Sla me lekker door. Frank? Wat is er? Als er iets is, moet je het zeggen. Ik ga maar lekker slapen. Frank, je moet niet zo dicht op de kachel gaan zitten. Juist lekker zo. Straks schroeit je trui. Wel nee. Ik zie het toch. Je overdrijft. Het is een trui van mij. Hè,
Eckert. Ik wil niet dat je er een gat in brandt. Krijg je een nieuwe van me? Ze zijn niet meer te krijgen. Hier, lijst hem in. Je mag hem best dragen als je wilt. Ik zou niet durven, stel dat ik er een gat in brand. Je moet niet zo met de deuren slaan. Daar is helemaal geen reden voor. Kinderachtig. Je moet het niet in de huiskamerdeur achter je reet doen, maar de warmte gaat eruit. Hé, ja, gaan we het daarover hebben. Wat doe ik nog meer niet goed? Je had te veel zout in de aardappels gedaan, zoals gewoonlijk. Zeik het. Ben je niet zo met de deuren slaan? Dan ben je beneden krijgt een hartaanval van. Oh, dat is dan jammer voor de... Ja, wat doe je nou boos opeens? Oh, krijgen we die weer. Ik vroeg alleen maar of je niet zo dicht op de kachel wilde zitten. Ik kan hier ook nooit ongestoord de krant lezen. Ach, dat kan je best. Dat kan ik niet. Of ik moet met de afwas helpen, of jij wil een ene stofzuigen, of ik zit er dicht op de kachel. Er is altijd wat. Je overdrijft. Natuurlijk, als ik ergens de pest in heb, dan overdrijf ik. En als jij ergens moeite mee hebt, dan is dat gerechtvaardigd. Dat zeg ik toch niet. Dat zeg je niet, nee, maar je zegt wel dat ik niet te dicht bij de kachel mag zitten, omdat alles je treintjes roeit. Etter! Wil je niet zo met de deuren slaan? I've grown accustomed to her face. She almost made the day begin. I've grown accustomed to the truth. Kaneel? Ja, dat is in Griekenland, weet je nog? Met die lekkere zachtgestoofde daar. God, wat heb ik een zin om weer op vakantie te gaan. Alweer? Ik zou altijd wel op vakantie willen. Lekker onbezorgd, geen verantwoordelijkheid, niet nadenken. Gewoon reizen tot de dood erop volgt. Weet je dat ik er spijt van heb dat ik na mijn eindexamen meteen ben gaan werken? Ik had gewoon een jaar moeten gaan trekken. Net als Jan. Ik had gewoon samen met Jan de wereld rond moeten trekken. Nou, dat kun je alsnog doen. Nee. Nu ben jij er. Later misschien. Als ik achterblijf. Wil je dan dat ik als eerste doodga? Het liefste zou ik samen willen. Tegelijkertijd. In elkaars armen. Zodat ze ons op een ochtend samen vinden in bed, terwijl de zon ons beschijnt. Zoals in Sophie's Choice, weet je nog? Ja hoor, Meryl Streep. Ja, jou staat in jurk niet. Ik zou je niet graag achterlaten. Ik kan een rouwproces veel beter aan dan jij. Ik zou het ook heel goed aan kunnen. Ja, maar ik zou het niet kunnen verdragen. Dat jij alleen overbleef. Zullen we nog maar een tijdje blijven leven? Ja. En laten we dat maar doen. Neem nog wat groente. Jij bent er geen groente gegeten. Je moet goed groente eten. Dat is gezond. Houd je weerstand op peil. Ben je nog bij Jan geweest? Ik krijg de groente. Heb je het hem verteld? Natuurlijk. Is dat toch mijn beste vriend? En? Valt het jou ook op dat iedereen op dezelfde manier reageert? Eerst schrik. Vervolgens vragen ze of het echt zo is. En dan tranen en beloftes van trouw, alsof we al een beetje dood zijn. Ja, dat zijn we toch ook? Ik voel me heel erg levend. Ja, Karen zei dat. Dat ze het meest geschrokken was van de gedachte dat we dood zouden kunnen gaan. Verboffen. We kunnen kiezen op wiens schouder we willen uithuilen. Ik prefereerde jou. Ik weet niet. Misschien is het beter om elkaar dan niet meer lastig te vallen. Om steun bij anderen te zoeken. Nou, we kunnen nog altijd lid worden van die praatgroep. Waarom? We hebben toch vrienden genoeg? Jan had een verhaal. Via een jongen van 20. Full-blown AIDS. Door zijn hospita op straat gezet. Jezus. Het ergste vond ik dat hij pas 20 was. Dan heb je nauwelijks aan het leven kunnen ruiken. Wij wel dan. Meer. We hebben elkaar toch? We hebben kunnen leren hoe het is om echt lang van iemand te houden. Om een eenheid te worden. Jochie. Kom op, lui flikker. Oh, hoe kun je? Je zit te veel. Hoe vaak moet deze oefening? 10 keer geloof ik. Als je zit op 20. Nou, vooruit Frank. Wees een vent. Jij moet niet zoveel lullen, jij. Dadelijk val je uit dat ding. Ik sla deze even over.
Hoeveel zit ik? Ja, 400. Nou goed, jij mag ermee ophouden. Lekker, hè? Ik haat trimmen. Hij is goed voor je. Je moet je conditie op peil houden. God, als ik dit vergelijk met andere zondagochtenden. Koffie op bed, warm croissantje, kwarkpunt, de krant. Een beginnend buikje. Helemaal niet. Een dikke billen. Boven de 25 krijg je dikke billen als je niks aan spoor doet. Moeten we weer lopen. Hoeveel stations moeten we nog? Een stuk of 3, geloof ik. Frank? Wat is er? Moeten we het aan onze tandarts vertellen? Ik ben er nog niet over uit. Hij moet toch hygiënisch werken. En als je ons niet meer wil hebben, welke tand is dan nog wel? Zouden we het daar hebben opgelopen? Lijkt me sterk. Een bed is voor de hand liggender. Vind je het erg? Jij? Ja, ik voel me niet schuldig of zo. Maar ik wou dat ik wist wanneer en wie. Of het leuk was en zo. Het lijkt me rot om het opgelopen te hebben tijdens een saai nummer. Heb je veel saaie nummers gehad? Dat weet ik niet. De niet-leuke ben ik vergeten. En met mij? Oh, jij bent de lekkerste en de liefste. Dank je wel. Ik hou van je. Ik hou van jou. Mooi, zullen we weer? Zou het restaurant in de roeibaan open zijn? Ja, ik trakteer. Koffie met kwarkpunt. Ah, slagroom. Nee, ongezond slagroom. Het is er. Ik voel me zo seropositief vandaag. Wil je erover praten? Nee. Oh, ik word zo moe van al dat praten. Alsof er niks anders meer is. Kom maar tegen me aan zitten. Zal ik je uit de krant voorlezen? Nee. Nee, het is goed zo. Dus wij met z'n allen naar het kantoor waar de Vries ons opwacht met zo'n plechtig, ernstig gezicht. Begint hij een eindeloos verhaal dat erop neerkomt dat externe computerspecialisten ontdekt hebben dat het programma waar wij mee werken niet deugt. Nee, maar. En dat op zo'n neerbuigend toontje alsof het onze tikvolk toch allemaal boven de pet ging. Dus ik dacht, ik pik het niet langer. Ik zeg vriendelijk, meneer de Vries, dat zeggen wij al een half jaar, maar plezierig dat de kenners het nu ook vinden. Gaan ze voor al dat geld dat zo'n onderzoek kost er nog wat aan doen? Zegt de Vries. Boom! Je luistert niet. Oh, sorry. Ik blies virussen op. Waar haal je die onzin vandaan? Dat is geen onzin, dat is wetenschappelijk bewezen. Oh, dat boek over psychohulp bij kanker. Dat is een heel goed boek. Vast. Nee, echt. Je moet je geestelijke weerstand verhogen, zeggen ze. Je moet je kankercellen voorstellen als bloembaadjes. En van die blaadjes vorm je dan een hele mooie roos. En die moet je dan laten ontploffen. Hé? Ja, zo begrijp ik het tenminste. En in plaats van kankercellen neem ik virusjes en dan maak ik dan een mooie theeroos van. En dan... Boom! God, ik wou dat we weer dom ongecompliceerd konden leven. Ik vind dit heel verrijkend. Je meent het. En baat het niet, het schaadt ook niet. We moeten onze weerstand zo hoog mogelijk houden. Weet je wat? Nou? Vroeger was ik altijd bang om mijn bek open te doen op kantoor. Maar sinds die uitslag, dat kan me niet meer schelen. Als het me niet bevalt, dan zeg ik het gewoon, zoals vanochtend. Kijk, dat is goed voor mijn weerstand. En als ze het niet pikken, nou dan ontslaan ze me maar. Oh, alsjeblieft zeg. Dan krijg je nooit meer een baan. Denk je? Wie wil dan nou een seropositief in dienst? We zijn toch niet ziek? Soms zeg je dus stomme dingen. Nee, we zijn niet ziek, maar we kunnen ziek worden. Iedereen kan ziek worden. Ja, en iedereen gaat ooit dood. Nou dan. We zijn niet iedereen, Daaf. We zijn twee jongens die het AIDS-virus dragen. Dat is anders. Dat klinkt als ten dode opgeschreven. En geen werkgever neemt iemand in dienst die niet de illusie opwekt dat hij met gemak zijn pensioen haalt. Zou je denken? Lees jij de krant eigenlijk wel? Ik bedoel dus de redactiepagina's, niet de advertenties. Ja. Een levensverzekering afsluiten kan niet meer. En als particulier voor ziektekosten is ook moeilijk. Maar een baan moet je toch kunnen vinden? Denk jij dat je door de medische keuring komt? Ze mogen niet op AIDS testen. Nee, ze mogen niet op AIDS testen. Maar jij bent er niet bij als ze het doen. Nou, dan laat ik toch geen bloed prikken. Weiger is verdacht. Daaf, iemand die niet vrijwillig meewerkt, heeft misschien iets te verbergen.
En weet jij in welke computers onze uitslagen zitten? Ach, dat is paranoïde. Misschien. Maar ik weet niet. Het houdt me bezig. Ben je er bang voor? Ik maak me er zorgen over. Ik vraag het me soms af. Net zoals ik me vroeger afvroeg of er een lijst bestond waarop alle flikkers geregistreerd waren, zodat ze in één dag opgehaald en in een kamp gestopt konden worden. Ik maak me er zorgen over. Zolang er gekken zijn die hier beneden in het trappenhuis doodpoot met een spuitbus op de muren kalken, maak ik me er zorgen over. Ik niet. En als het ooit mocht gebeuren, dan pleeg ik zelfmoord. Het zal wel ooit gebeuren. Een voordeel van seropositief zijn. Er is een grote kans dat wij dat niet meer zullen meemaken. Wil je nog wat vla? Nee, straks misschien. Na de afwas. Nee, en waar is het buikje dan? Hier. Waar is je buik? Oh. Hier. Waar? Ja, zou je nog geen lelijke dingen meer zeggen? Nee. Wat zeg je? Wat zeg je? Nee. Dat is goed. Kom hier met je buik. Ja, je wordt een dik, jij. Je hebt trillen weinig. Ja, je vindt dat lekker, hè? Je vindt dat lekker. Kom hier met je buikje. De haaf. De haaf, het is 10:00. De zon schijnt, je gaat me niet vertellen dat je de hele dag in bed wil blijven. Nou, het is wel verleidelijk. En ga eens rechtop zitten. Kan ik het blad neerzetten? Oh. Croissants en kwarkpunten. Oh, dat is lang geleden. Ja, dat vond ik ook. Ja, een lekker ouderwets zondagsontbijt. Het lijkt wel of we iets te vieren hebben. Dat hebben we toch ook? Wat dan? Gratis? Nee. We zijn zoveel jaren en maanden bij elkaar. Nee. We zijn hier 4 jaar geleden ingetrokken. Dat is pas volgende maand. Nou, ik geef het op, hoor. We zijn 6 maanden seropositief. Dat je dat nog bijhoudt. En we zijn nog steeds gezond. Daarom gaan we vanavond uit eten. Mm-hmm. Ik trakteer. Jochie. Weet je dat ik er haast niet meer aan denk? Zo zelden dat we het elke dag tegen elkaar zeggen, ja. Nou ja. Ik vind dat we het goed gedaan hebben. Vind ik ook. We zijn niet in paniek geraakt. Ja, maar daar was er ook geen reden voor. We zijn alleen maar een beetje seropositief. En we hebben ons er dapper doorheen geslagen. Moed hebben is bang zijn en niet weglopen. Wie zei dat ook alweer? Helena Nolteneus. Oh, ja. Moed hebben is bang zijn en niet weglopen. Bang zijn en wel weglopen is lafheid. Doorlopen zonder angst, dat is laf nog moedig. Het betekent alleen dat je geen gevaar ziet in wat er zich op je pad bevindt. Ja. Frank, Lopen we nou weg of niet? Hoezo? Ja, we zijn niet echt bang. Kijk, we praten er in ieder geval bijna nooit over. Best wel. Jawel, maar altijd zo van... Ben jij bang? Ja, natuurlijk ben ik bang. Zo zakelijk. Dat is toch de enige manier om erover te praten? Angst is een emotie en emoties kun je alleen maar voelen. Je kunt niet praten met emoties. Je kunt alleen praten over emoties. Zakelijk dus. Als je praat over hoe je je voelt, dan verdwijnt het gevoel. Bij mij tenminste. We zouden er vaker over moeten praten. Waarom? We weten het toch. We weten dat we het virus in ons hebben. We weten dat het actief kan worden en dat we dan ziek worden. Het engste van het geheel is dat we niet weten wanneer het allemaal gebeuren zal. En we zijn eraan gewend geraakt. Wat niet wil zeggen dat we niet bang meer zijn, maar wel dat we met de angst hebben leren leven. Ik heb het er liever over hoe mooi en rijk het leven is. Ik zeg liever 10 keer per dag hoeveel ik van jou hou. Dat is belangrijker. En dat we niet ziek worden zolang we gelukkig zijn. Wat hoop je dan? Je hoopt alleen maar als je reden hebt om bang te zijn. Hoop is omgekeerde angst.
opschieten. Het is 7:45. Straks ben je weer te laat op kantoor. Ja, wat doe je nou? Ja, mijn lymfe. Zijn ze gezwollen? Ik weet het niet. Ik voel ze zitten. Waar? Waarom denk je dat ik in mijn oksels voel? Voel jij eens? Kleine bobbeltjes. Doen ze pijn? Nee. En bij mij zitten ze niet. Nee, iets meer naar beneden. Nee, links. Ja, daar. Ja. Stik. Ah, het zal wel niks te betekenen hebben. We zijn vast een griep aan het onderdrukken. Dat heerst. Zullen we ermee naar de dokter gaan? Als het mis is, worden ze zo groot als duiveneieren. Hoe groot zijn duiveneieren? Nooit gezien. Misschien zijn ze altijd zo groot geweest. Ik heb ze nog nooit eerder voelen zitten. Ja. Maar we hebben er ook nooit op gelet. Vrouwen doen borstonderzoek, mannen niet. Laten we voor de zekerheid er maar even naar laten kijken. Over 3 weken moeten we weer voor bloedonderzoek. Voor de zekerheid. Nou ja, rustig nog maar. Ja, stel dat het mis is. Nou, ik bel zo de dokter wel even, dan kunnen we vanmiddag nog even bij hem langs. Goed? Wat heeft het voor zin? Het kan geen kwaad als hij er naar kijkt. En dan zegt hij dat het ernstig kan zijn, maar dat hij het niet zeker weet, omdat er nog te weinig onderzoek naar aids is gedaan. En als ik dan vraag wat ik moet doen, dan is het goed eten, veel sporten, zorgen dat je weerstand hoog blijft en terugkomen als je aids krijgt. Want dan beginnen we met de AZT. Zullen we ons vandaag ziek melden? Ik wil niet meer, Daaf. Ik wil het niet meer, dat gedoe de hele tijd. Altijd opletten, altijd gezond zien te blijven. Ik wil uitspatten. Zomaar, zonder me af te vragen of ik mijn lichaam er schade mee doe. Gewoon maar lazeren sijpen, omdat het lekker is. Ja, ik weet het. Ik wou dat we die test niet hadden gedaan. En dan? Wat als we de test niet hadden gedaan? Dan hadden we gewoon doorgeleefd tot we ziek waren geworden. Is dat een beter alternatief? Ja, soms. Soms is dat een beter alternatief. Als je nergens van weet, hoef je ook niet bang te zijn. Dat is weglopen. Soms voel ik me zo eenzaam. Je had naar een praatgroep gekund. Dat kan nog steeds, maar je wilt niet. Dat bedoel ik zo niet. Hoe bedoel je het dan? Ja, daar sta ik over na te denken. Nou, kom op, dan drinken we een kop koffie. We moeten naar kantoor. We zijn nu toch al te laat. Eenzaam is het goede woord niet. Wat dan wel? Ja, anders. Als ik om me heen kijk, dan voel ik me anders. Maar dan ben je toch al jaren? Vanaf het moment dat je voor het eerst met een jongen rotzooide. Toen voelde ik het niet zo. Toen was ik alleen maar iemand die zich niet aan het standaardpatroon van trouwen en kinderen krijgen hield. Toen hoefde je niet anders te voelen. Weet je nog, die Robbie, dat vriendje van je zus. Dat hij opeens zei dat hij er ook mee bezig was. Nou, ik knikte beleefd en ik dacht, waarmee? En toen vroeg hij waarom ik jou gekozen had. En ik begreep hem niet. Waarom heb je Frank gekozen als man, vroeg hij. En opeens realiseerde ik me dat ik dat vergeten was. Dat ik daar niet bij stilstond. Dat jij een man was en ik ook. En dat heb ik hem ook gezegd. Frank is Frank. Daarom heb ik hem gekozen. En als hij een meisje was geweest, was ik er ook achteraan gegaan. Dat maakte het anders. Die vraag van Robbie. Niet dat onze ouders er moeite mee hadden, hoor. Dat was gewoon. Die hadden moeite met alle schoonkinderen. En niet dat we samen geen kinderen konden krijgen. Ja, niemand om ons heen wil kinderen. Alleen maar die ene vraag. Ja, en het is ook anders. Alles wat afwijkt van het ideale patroon waar je mee opgroeit, is anders. Ja, maar daar kun je omheen leven. Ja, op een verjaardag van je moeder hadden we het nog over de oorlog. En Robbie zei, als het nog een keer gebeurt, dan ga ik het kamp in. Want ik ben intellectueel. Ja, ja. En toen zei jij, als er iemand hier het kamp in gaat, dan zijn Frank en ik het. Want wij doen het met elkaar. Ja, je kunt er proberen omheen te leven, maar het lukt je niet. Er komt altijd een moment dat je ermee geconfronteerd wordt, dat je anders bent. Maar nu worden we doorlopend ermee geconfronteerd. Ik hou het er liever op dat we er niet meer voor weglopen. Ik vind het moeilijk om jong te moeten sterven. Ja, nou praat je alsof je al ziek bent en dat ben je niet. We zijn kerngezond. Iedereen heeft doorlopend griep, behalve wij. We zijn niet gezond. Wel. Wij zijn gewoon als alle andere mensen. Iedereen draagt bacteriën en virussen bij zich. Alleen wij hebben er eentje extra. Eentje waar we geleerd van hebben bang voor te zijn. Jo, als je eens wist wat je allemaal niet kunt krijgen als je weerstand verzwakt. Ja, ik weet het. Je gaat niet dood voor het je tijd is. Je lijkt mij wel. Ja, dat heb ik ook van jou geleerd. Ieder mens is jong, middelbaar en oud. Maar niet iedereen haalt de gemiddelde leeftijd.
Je kunt 30 zijn en oud volgens de tijdschaal van je eigen leven. Ja, misschien ben ik nu al een oude man. Ja, daar kan ik mee leven. Het kost me moeite, maar ik kan ermee leven. Ik niet. Niet vandaag. Ja, het is ook niet makkelijk als je geleerd hebt dat je... weet ik, 72, zoveel jaar de tijd hebt. Volgens het gemiddelde zijn we nu in de lente van ons leven, maar... misschien naderen we de herfst al. Misschien is het nu al september. Ja, dat kan een mooie, vredige maand zijn, september. Na zomer. Dan is de natuur op haar rijkst. Gelul, niks september. September is voor middelbare heren. Wij zijn jong. Ja, misschien zijn we niet jong meer. Jawel, en als we ziek worden zijn we nog steeds jong. En als we doodgaan ook. Wil je nog koffie? Is niet goed voor ons. Nee. Zal ik de pot maar leeg schenken? Frank. Ik voel me zo oud. Kom maar. September. Een hoorspel geschreven door Mark Lohman. Personen: Frank, Mark Kroonen. Daaf: Jim Berghout. Techniek: Leo Knikman en Hans Rickert de Koe. Regie: Ab van Eyck. September.